Veel heel kon zaterdag zijn geluk niet op nadat hij het ten koste van Ami Lewis in was geslaagd om in zijn laatste toernooi als professioneel darter voor de 21ste keer in zijn loopbaan de finale van het week te halen. Ik ben door het dolle heen. Ik was in de eerste paar sets ontzettend aan het worstelen met mezelf. Toen het 1-1 in sets stond, dacht ik dan ook: wat ben ik een lucky boy? Aldus de 57-jarige Engelsman na afloop van de partij. Telo had inderdaad in de openingsfase over geluk niet te klagen. Want Lewis liet zowel in de tweede, derde. Als vierde set respectievelijk 1, 3, 2 en 3, Sedard, liggen bij een stand van 4-1, gaf Telo zijn tegenstander geen kans meer. De 16-voudig wereldkampioen had wel een vermoeden waarom Levi zoveel dubbels miste op het moment suprem. Maar hij gaf het 26-jarige talent uit Wils ook het advies daar niet te lang bij stil te staan. Ik denk dat een gebrek aan ervaring hem de das om heeft gedaan. Ik sloeg daarin tegen toe op het juiste moment. Daar werd ik ook wel toe gedwongen door hem. Lewis hoeft zich geen zorgen te maken over zichzelf. Ik kan het nu zeggen omdat ik ga stoppen. Maar hij is echt een man op te letten in de toekomst. Hij is fantastisch. Hij toont geen angst op het podium. Taylor neemt het maandag op nieuwjaarsdag in de finale in het Alexandra Palace op tegen Rob Cross. Die titelverdediger Michael van Gerwen uitschakelde in de andere halve eindstrijd. Telo herhaalde nog maar eens dat hij zijn allerlaatste wedstrijd in zijn glansrijke carrière liever tegen Raymond van Barneveld had gespeeld. Dat had me fantastisch geleken. Hij had de kans vrijdag in de kwartfinales tegen Van Gerwen. Hij had gewoon met 5-1 kunnen winnen, maar miste helaas ten veel dubbels. Van de voorgaande 20 keer dat Telo in de finale stond, ging hij liefst 16 keer met de beker aan de haal en trok hij dus slechts 4 keer aan het kortste eind.